Schaatsers trainen niet altijd op het ijs. In de zomer wordt er veel gefietst, moderne racefietsen. Daarom bood de firma Giant vandaag nieuwe racefietsen aan de TVM schaatsploeg. Waarom sponsoren jullie een schaatsploeg? Nou, dat is natuurlijk niet zomaar een schaatsploeg. We praten over de TVM schaatsploeg. Ja, dat is eigenlijk vanuit historie is dat eigenlijk al een beetje zo dat wij bij TVM betrokken zijn. En dat is de laatste jaren eigenlijk uitgegroeid tot een hele goede samenwerking. En nou ja, het is zo, kijk, TVM is natuurlijk, wat ik net al zeg, niet zomaar een ploeg. Heel ambitieus, zoeken echt de grenzen op. Nou, en bij zo'n club willen wij heel graag met onze producten zijn. Weliswaar zijn natuurlijk de producten wat minder in beeld bij een schaatsploeg. Maar goed, aan de andere kant, je krijgt wel heel veel feedback. De mannen en vrouwen zijn vaak ook in wedstrijden in Nederland aanwezig. Dus in die zin heb je daar toch wel respons van. Hebben jullie nog op de wensen van de schaatsers ingespeeld? Op designgebied wel. We gaan op een gegeven moment natuurlijk uit van een basisframe. Daar wordt een afspraak over gemaakt. Maar de kleuren, daar hebben wij inderdaad wel op ingespeeld met ze. Kijk, en er zijn natuurlijk altijd vragen over van welk type fiets pak je dan. En op dat gebied heb je dan met een Sven en met een Karel heb je daar wel contact over. En natuurlijk ook met Gerard. En daar wordt natuurlijk wel aangegeven van oké, we willen graag een stijve fiets. Of we willen bijvoorbeeld een iets minder stijve fiets, maar een beter rijgedrag hebben. Wat zijn de nieuwste snufjes op deze fietsen? Nou, als je kijkt naar de fiets, dan is met name de bracket duidelijk veranderd met voorgaande jaren. Er is een hele stijve bracket ingekomen. Maar de fiets is niet zodanig stijf dat het rijgedrag daardoor beïnvloed is. Dus de fiets blijft heel prettig sturen. Maar de efficiëntie van de trapbeweging, die is verhoogd.